Op het stadhuis zijn de nieuwe wijkraadsleden geïnstalleerd woensdagmiddag. Maar niet voor iedereen was dit een feestelijke dag. Ja, ik zou vandaag geïnstalleerd worden in de wijkraad uit Charloes-Wielewaal. Maar ik heb mijn VOG nog niet. Het schijnt zo te zijn dat ik opgelicht ben bij mijn overheid. Ik heb mijn VOG niet via Justitie aangevraagd, maar bij mijn overheid. En dan ga je met je DigiD, dus nou hebben zij, die website, die heeft dus al mijn gegevens. En dan steken ze die €40 in de zak. Nou, daar ga je dan. Dus ik word niet geïnstalleerd. Ja, dat is omdat je voor de wijkraad een VOG nodig hebt. Dus een verklaring omtrent gedrag. Ik heb die niet of nog niet, dat weet ik nog niet. Omdat ik vaak heb gedemonstreerd en daarvoor ook een aantal keer ben gearresteerd. En ik heb dus met Justitie gebeld die daarover gaat en die hebben aangegeven, ja, dan had je je maar niet moeten laten arresteren. Niet iedereen is het eens met de verplichte VOG. Laat ik dit zeggen, ik vind het belachelijk dat je alleen maar in die raad kan als je een bewijs van goed gedrag hebt. Voor de gemeenteraad heb je geen VOG, voor de Eerste Kamer, voor de Tweede Kamer heb je geen VOG nodig, maar voor een wijkraadje moet je dus bewijzen dat je niet crimineel bent. Het is toch te gek voor woorden dat als je een strafblad hebt of wat dan ook, dat je je wijk niet kan vertegenwoordigen. Ondanks dat er dus wel ongeveer 700 mensen op mij hebben gestemd en mij de wijkraad in hebben gestemd, vanwege ook mijn activistische karakter, word ik nu dus niet geïnstalleerd en bestaat dus de kans dat ik de wijkraad niet in mag. Iets van 20% van de mensen heeft geen VOG ofzo. Dat is wel, ja, dat is zonde van zo'n mooi georganiseerde dag als dit. Ja, dat is echt heel pijnlijk. Dus we gaan zo snel mogelijk zorgen dat als mensen die VOG binnen hebben, want wij kunnen dat niet, want het is de commissie voor verkiezingsaangelegenheden, hen ook inderdaad, nou ja, goedkeurt, zodat ze geïnstalleerd zijn en ook aan de slag kunnen. Ja, als ik hem krijg, kan ik geïnstalleerd worden, maar dat is gewoon tijdens een wijkraadsvergadering. Dus dan zitten we met z'n zevenen om een tafeltje en niet in het stadhuis.